Omroep Dommeland. Het nieuws uit uw regio. Van 20 april tot en met 30 juni organiseert Museum Bokstol in samenwerking met Cultuurbox de tentoonstelling Mubo viert jong talent. Kinderen van 13 scholen exposeren kunstwerken die ze samen met lokale kunstenaars hebben gemaakt. De Theresia School in Lennesheuvel werkte samen met de schooldichter Nicky Bergmans. Ik probeer op scholen kinderen te stimuleren om te gaan schrijven, gedichten. En ik wil kinderen leren, in alles zit een gedicht. Dus of het nou achter het oor van je oma is, of achter het keukenkastje, of als je over straat loopt in je eigen buurt. Om ook die creativiteit van kinderen te stimuleren. Waarbij we dus ook gaan kijken, de een kan beter schrijven, de ander die heeft meer met beeld. En dat te combineren en zo ook te laten te zien. Ja, samen kunnen we iets heel moois maken. Ik ga hier zo een Kitty Cat iets maken. Een wat? Een Kitty Cat iets. Een Kitty Cat? Dat is iets met poezen? Ja. Oh ja, ik zie het, ja. Ja. En ga je uitknippen? Ja, want... Maar je hebt hem dwars door zijn hoofd geknipt? Ja, dat moet je eens, want ik ga daar een andere helft van de poes dan bij knippen en die aan elkaar plakken. En dat dan hierop plakken. Kijk, dat is heel kunst. Dat is kunst. Gewoon een beetje plakken en dan... Ja, en wat foto's of plaksels bij elkaar. Een collage. Ja. Mooi. En wat gaat het worden? Dit wordt een zwembad. Aha. Nog een witte rand zo omheen. Oké. En is het water. En wat ben je aan het maken? Een controller. Een controller? Ja, controller. Ik zie het hier, ja. Dat is een voorbeeld. Kijk, toch, Piet? Kijk even naar de camera. Dit wordt het. En dan ga je die controller ga je bij elkaar scheuren, om het zo maar te zeggen. Ja. Leuk. Ja. Doe je best. Ja, prima. Hier blauw. Nou, hier komt straks een vliegende eekhoorn. En hier de zee met zonsondergang. Zo heel bijzonder. En wie heeft dit getekend? De juffrouw? Nee. Jij zelf? Echt waar? Houtkreet. Knap hoor. Mooi gedaan. En de kinderen van groep 3 van de Beemde gingen aan de slag met Wouter van Niel om samen een mooi geometrisch bouwwerk te maken. Vandaag zijn we constructies aan het bouwen voor in het museum Bokstol. Kinderen ontwerpen de belevingsruimte waarin bezoekers door een constructie heen lopen en niet alleen dat bouwwerk zien, maar ook de kunstwerken van twee andere klassen van de Beemde. Ja, mooi, ik zie het, maar wat me opvalt is best wel moeilijk eigenlijk. Super moeilijk. Het is ruimtelijk, het is samenwerken, het is met je handen bezig zijn. Dus ze leren en creatief en sociaal en maakvaardig. En lukt het een beetje? Nou, ze vinden het wel lastig. Maar ze vinden het ook wel heel leuk. Ja, want ze moeten iets bouwen, hè? En ze moeten iets bouwen. Ze hebben net met de stokken en met de ballen geoefend. Deze hebben jullie gemaakt net, hè, VN? We zijn iets aan het bouwen voor Mees. Die Mees. Ja? Die poppetje. Deze gebouw moet iets groter zijn dan dat poppetje. Ja, en weet je waar het dan komt te staan? In een museum. Heel goed. Ja, want ze zijn nu al met die zwarte blokjes bezig, maar dan worden dan grote blokken straks, of hoe moet ik dat zien? Ja, de kleine blokken zijn op schaal 1 op 10, dus 10 keer zo klein als in het echt. En dat is eigenlijk een tussenstap om dadelijk weer in het groot te bouwen. En dan komt hun creatie in het museum te staan. Zeker, dat is de bedoeling. Dat is wel bijzonder. Heel bijzonder.